De Schilderswijk wordt een proeftuin voor welstandstoetsing nieuwe stijl. Dat gebeurde eerst door de welstandscommissie, die keek of nieuwe huizen wel fraai genoeg waren. Die commissie is echter afgeschaft en de regie is nu in handen van de gemeente. De gemeente wil de wijkbewoners erbij betrekken, omdat er in de diverse buurten verschillende opvattingen zijn over bouwplannen. In de Schildersbuurt mogen de bewoners als eerste zeggen wat ze ervan vinden. Het is een buurt, een hele mooie buurt natuurlijk, met veel aanvragen voor bouwvergunningen. En daar kun je het echt goed uitproberen. Het tweede is ook dat daar een hele actieve groep bewoners is die zelf bij de gemeente hebben aangegeven. We willen heel graag op die manier naar welstand en naar bouwen in de brede zin van het woord van de buurt, van de wijk kijken. Dus die twee dingen samen denken we dat we er een heel mooi proces van kunnen maken. Wat ons iets leert over de welstand en ook kunnen toepassen straks daarna in andere buurten.